De warming-up van vandaag is 8 minuten voor quality van 5 Cobra to Down Dogs, 5 Cow Stretch Bounce per been en 5 Handstand Kick-ups. Bij de Cobra to Down Dog begin je met je handen en knieën op de grond. Vervolgens breng je je heup omhoog, waarbij je armen gestrekt zijn en je hakken in de grond zijn geduwd. Bij de Cow Stretch Bounces zet je je knie tegen de muur en beweeg je je heup van voor naar achter. Je kan je hand op de grond neerzetten. Je kan rechter komen met je lichaam en je handen in de lucht doen, of je kan je lichaam richting je voet trekken. Bij de handstand kick-up begin je met je lichaam helemaal rechtop. Vervolgens zwaai je je benen in de lucht en eindig je met je beide voeten tegen de muur. Zorg ervoor dat je handen op ongeveer schouderbreedte staan en dat je genoeg spanning houdt op je lichaam. Als je nog moeite hebt met de handstand kick-up, zorg er dan voor dat je je benen zo hoog mogelijk zwaait. De workout van vandaag is een interval workout. Het zijn 3 keer 4 minuten MRAP met 2 minuten rust tussendoor. In die 4 minuten doe je zoveel mogelijk rondjes van 8 burpees, 8 chair step-ups en 4 sofa handstand push-ups. Je hebt eigenlijk 3 verschillende scores. Onthoud die goed. Bij de burpee begin je rechtop. Vervolgens zet je je handen voor je neer en spring je naar achteren tot je borst op de grond ligt. Vervolgens spring je weer terug om rechtop te eindigen. Als je rechtop geëindigd bent, dan klap je boven je hoofd. En nu is de burpee pas voltooid. Je mag de burpee natuurlijk ook stappen. Bij de chair step-up begin je rechtop met je lichaam voor het object, waar je op wilt stappen. Met je voeten onder je heupen. Vervolgens stap je op object en zorg je ervoor dat je heupen gestrekt zijn en allebei je voeten op object staan. Vervolgens stap je weer rustig af en wissel je van been. Wat belangrijk is, dat je bij elke stap erop wisselt van been. Dus bijvoorbeeld eerst met je rechterbeen erop stappen, dan met je linkerbeen erop stappen. Bij de handstand push-up op de bank mag je kiezen voor je tenen of je knieën. Je handen zitten op de grond en je tenen of je knieën zijn op de bank. Je lichaam staat eigenlijk in een punt. Vervolgens zak je gecontroleerd naar beneden en tik je met je hoofd zachtjes de grond aan. Elke keer doe je je hoofd eigenlijk richting de bank als je de grond hebt aangeraakt. Hou goed spanning op je lichaam. De beweging voor novice niveau zijn de sofa hands push op de knieën in plaats van de sofa hands push op de tenen en de down-up in plaats van de burpee. Bij de hands push op de bank mag je kiezen voor je tenen of je knieën. Je handen zitten op de grond en je tenen of je knieën zijn op de bank. Je lichaam staat eigenlijk in een punt. Vervolgens zak je gecontroleerd naar beneden en tik je met je hoofd zachtjes de grond aan. Elke keer doe je je hoofd eigenlijk richting de bank als je de grond hebt aangeraakt. Hou goed spanning op je lichaam. Als de burpee nog niet lukt, mag je het ook kiezen voor de down-up. Je mag de down-up springen of stappen. De cooling down van vandaag is 90 seconden back stretch per arm. Je pakt iets beet met je hand, bijvoorbeeld een deurpost. Vervolgens draai je jezelf uit en probeer de rek te voelen bij de borstspier.